Also dürft ihr gleich noch ein Video von Dota Boy. Ich habe mal ein Bett geschossen. Ja, kann auch gut bei den Tacken. Komm schon ein paar Maria am Spielen. Die und wir können gehen spielen. Ja. We kunnen even Clash Royale gaan kijken. We kunnen misschien even een toernooitje gaan starten. En dan gaan we even in spelen natuurlijk. Dat is wel nice. We kunnen ook online potjes gaan doen. En pushen. Ik moet mijn geluid even uitzetten. Anders hoor je dat natuurlijk zo. In dit kleinetje. Kijk. Heb ik al wat kantjes? Heb ik gewoon, ja, 6. Slecht. Boeit niet, kijk, dit zijn mijn weken en alles. Vanaf de klanken, volgende klanken zijn de regels weer 20 kronen of meer. Anders kijk als je gaat zakken. Voor de een kist en daar 100 plus haalt of gewoon 100. Oké, ze willen per se kleinkist. Zo gevolg zijn ze op de kleinkist. Dat is gewoon niet normaal. Even een ijsgeestje. Ik weet niet waarom ik eerst ijsgeestje wil doen. We kunnen ook online gaan pushen. Zullen we één potje online gaan? We gaan gewoon online. Het is gewoon een potje in het echte leven. Oké, sorry dat ik af en toe beweeg, maar ik heb de cam op mijn telefoon en ja, dat is anders. Dus mijn echte haar is slecht. Oké, dit heb ik redelijk goed gekeerd. Hij heeft minor. Dan mag je deze poesjes gaan stoppen. Let's go, we pakken die toren gewoon even simpel. Even letten. Ah, gaat doen, want dan kunnen ze een deck misschien counteren. Natuurlijk is hier die log zo chill voor. En die arrows kun je heel mooi gebruiken. Ja, en dan heb je niks voor die miner. Heb je overleed? Oh, wacht. Dan is hij best ver gezakt eigenlijk als hij die al heeft. Wow. Oké, dat was de slechtste log ooit. We kunnen het YOLO zijn. Als we dit doen, moeten we dit verdedigen. Maar hij kan dat waarschijnlijk niet verdedigen. Kan hij dat verdedigen? Kan hij mij wel verdedigen? Uber puur houdt. En kijk, het is log. Dit kan ik mooi loggen. Raak ik de toren wel mee? Weet je, ik kan dat nog even doen. Zo lang geleden dat ik weer online heb gepusht. Ik heb eigenlijk nooit meer online gegaan. Ik was altijd te bang. Dat had ik altijd. Ik was bang dat ik ging zakken. Ja, sorry voor die berichtjes, man. Yes! Hop, we hebben weer gewonnen, eindelijk. We zakken niet. We zakken niet eens. Dat is wel goed eigenlijk, dat ik niet zak.
We gaan nu juist omhoog pushen. Maar mensen, ik denk dat ik hier de video bij ga stoppen. Wacht even. Denk het. En dan, kijk, bij deze bekers, een nieuw aantal bekers. Kijk, dit is mijn PR ook. Ja, dit is mijn PR. Nou, hopelijk vinden jullie het video leuk. Laat een blauw duimpje achter en dan zou ik zeggen, tot de volgende keer.